Ja, we hebben een huis gekocht en volgende week krijgen we de sleutels. Alleen door onze tuin loopt nu de pijpleiding. Oh, kijk, direct betrokken. Ja, precies. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Vervanging van gedeelte pijpleiding. Ik lees dat het over 67 kilometer gaat. Waarom maar 67 kilometer? Ja, het is een bestaand tracé tussen brandstofdepot Lopeke Kapel in Klaphek. Dat is ter hoogte van Nieuwegein. En het eindigt bij het brandstofdepot in Best. En dat is een bestaand tracé van ongeveer 67 kilometer. En dan is 10 kilometer al vervangen. Nou, de reden dat wij hier nu een nieuwe leiding aan het aanleggen zijn, is omdat de bestaande leiding die in de jaren 50 is gelegd aan het einde van zijn levensduur is, te veel dekkingsmanco's heeft. En wij nu eigenlijk een nieuwe leiding aan het leggen zijn die weer voldoet aan de huidige wet en regelgeving. Ja, we zien ook dat hij op locaties ligt waar we hem in de toekomst liever niet meer hebben liggen. En daarnaast is er een capaciteitsvraagstuk waar we nu aan gaan voldoen. En geldt dat waarom geldt dat niet voor de rest? Ligt die dan goed of is de leiding dan nog goed? Ja, het hele tracé wat we nu hebben tussen Lopeke Kapel en Best, dat pakken we nu aan. En dat gaan we dus ook vergroten van de 6 inch, de 17 centimeter, naar de 10 inch, de ongeveer 28 centimeter. Wat gaat er eigenlijk door de pijpleiding heen? Het is een kerosineleiding. En dat is bestemd voor vliegtuigen, brandstof voor vliegtuigen? Ja, klopt. Correct. Want jullie bedienen ook Duitsland en Frankrijk, zag ik net op een van die kaarten. Ja, klopt. We maken onderdeel uit van een groot netwerk dat uiteindelijk in beheer is bij de NAVO. En een Nederlands grondgebied is daar een onderdeel van. Hoe diep moet de leiding eigenlijk komen liggen? Of hoe diep ligt de leiding? Nou, de huidige leiding die is door de jaren heen wat ondieper komen te liggen. Dat is ook een reden waarom wij zeggen van, nou, die willen we graag vervangen. Uiteindelijk wordt die straks in grofweg twee methodes gelegd. Dat is een open ontgraving waarbij we een sleuf graven en de leiding daarin leggen. Daar is de diepte ongeveer 120 centimeter tot 150 centimeter diepte. Een andere aanlegmethode dat is horizontaal gestuurd boren. En daar gaan we grotere dieptes halen tot soms al 20 of 25 meter bijvoorbeeld. Ja, dat is dan een geval dat je bijvoorbeeld de watergang moet passeren, et cetera. Of een spoorlijn of wat dan ook. Ja, precies. Dat soort infrastructuur dat passeren vaak met een boring op grotere dieptes. Ja. Tussen Boksel en Best. Dat is een combi eventueel met een liggende gasleiding. En de vrije ruimte die jullie nodig hebben naast het tracé is 5 meter. Dus in totaal 10 meter vrije ruimte. Zo'n gasleiding heeft ook vrije ruimte nodig. Op hoeveel kom je dan in totaal uit? Klopt, wij zijn met gassen in gesprek ook om te kijken waar kunnen ze weer mogelijk bundelen. En wij houden eigenlijk aan dat we de 5 meter uit het hart van hun pijp houden. En dat we allebei eigenlijk dus die 5 meter contour vrij houden. Wat betekent het eigenlijk precies voor Boksel? Nou, voor Boksel wat we nu zien is dat de huidige leiding door de kern van Boksel heen gaat. En soms ook gewoon in tuinen van woningen ligt. Wij kiezen er nu voor om de leiding dusdanig toekomstbestendig weg te leggen dat dat niet meer gaat gebeuren de komende jaren. En dat we daarom ook de leiding buiten de kern om proberen te leggen. Ja, alhoewel de kernen natuurlijk ook steeds meer uitbreiden. Maar ik neem aan dat jullie daar al, voor zover het kan, rekening mee houden. Ja, klopt. Wij zijn al enige tijd ook met de diverse gemeentes in gesprek. En zoals u hier ook kunt zien, hebben we wel rekening gehouden met bepaalde ontwikkelingen die al bekend zijn of die voorzichtig bekend gaan worden. Dus dat we niet over een aantal jaar weer zeggen van de leiding ligt te dicht bij de bebouwing. Dat proberen we met deze slag inderdaad volledig te voorkomen. Ja. Maar nou kun je er niet aan ontkomen om toch ergens via particuliere grond toch te gaan liggen. Dan moet je tot overeenstemming komen met de eigenaar. Wat betekent dat voor de eigenaar eigenlijk? Nou, inderdaad, dat is een van de belangrijkste factoren, is inderdaad de toestemming van de perceeleigenaar. Als wij inderdaad straks uit het focusalternatief blijkt dat we door particuliere percelen heen gaan, dan zullen we daar echt de keukentafelgesprekken aangaan. Dan zal onze collega's van grondzaken die gaan daar verder afspraken proberen mee te maken, zodat we daar goede afspraken mee maken. Want dat betekent natuurlijk dat ze een gedeelte van hun grond
in bruiklijn moeten geven? Of hoe moet ik dat zien? Ja, er wordt dan een recht van opstal gevestigd. En in dat recht van opstal worden dan afspraken gemaakt van wat er wel en niet bijvoorbeeld boven zo'n leiding kan. Want er kan niet via boven zo'n leiding, hè? Nou, boven zo'n leiding mag in ieder geval niet gebouwd worden. Maar goed, beplanting? Beplanting of gewoon agrarisch gebruik, dat is gewoon mogelijk. Dat is geen enkel probleem. De oude pijpleiding, die wordt niet verwijderd. Wat is daar de reden van? Ja, de oude pijpleiding die wordt uit gebruik genomen op het moment dat er nieuwe in gebruik is. En dan wordt die in eerste instantie gereinigd, dat in ieder geval alle stoffen eruit zijn. En de intentie is om hem te verwijderen na afloop. Alleen dit project omhelst in eerste instantie de uitdaging om het capaciteitsvraagstuk op te lossen. En daarna gaan we kijken en in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken voor het verwijderen. De reden dat de pijp vergroot wordt, wat is daarvan eigenlijk de reden? Dat is omdat er vroeger werd de brandstof gepompt vanuit Frankrijk. Vanuit Versailles werd het omhoog gepompt. Tegenwoordig zien we dat er veel meer brandstof vanuit de Rotterdamse haven komt. En dat de verspreiding juist andersom is. Dus er moet meer brandstof van boven naar het zuiden worden gepompt. En dan zien we hier dat deze leiding tussen Lopeke Kapel en Best, dat een bottleneck daarin is. Rijkwijde en detailniveau, wat houdt dat een klein beetje in? Ja, wij hebben nu inderdaad de conceptnotitie rijkwijd en detailniveau ter inzage liggen. Daarin geven wij eigenlijk aan wat wij in de komende tijd gaan onderzoeken. Om te bekijken wat het beste alternatief is voor de nieuwe leiding. Tracés zijn nog niet bekend. Er zijn wel voorkeurtracés. Er wordt gekeken van, ja, is het daar mogelijk? Voor S bijvoorbeeld, wat houdt het dan in? Ja, er zijn op dit moment zijn we bezig met een studie en die gaan we de komende maanden gaan we daar verder mee. Met een aantal ontwerp uitgangspunten die we ook nadrukkelijk vermeld hebben. Wij zijn op dit moment hebben we op verschillende zoekgebieden. En daar zijn we echt aan het kijken naar verschillende alternatieven die we echt verder zullen moeten gaan onderzoeken wat uiteindelijk de beste voorkeur heeft. Oké, kans op lekken is er niet meer bij? Nee, deze leiding wordt dusdanig goed aangelegd en beschermd dat inderdaad niet aan de orde is. Dat was met de oude ook al niet zo, hè? Nee, klopt. De oude leiding ligt er nu pak een beetje 70 jaar. En ook daar zien we eigenlijk dat die nog echt gewoon goed is. Wat is de levensduur van de nieuwe? Nou, we gaan er zeker voor dat die ook wel weer 70 jaar mee kan. Oké, en tegen die tijd dan zien we wel weer. Precies, dan is het een heel ander verhaal. De aanvang van de werkzaamheden, wanneer zijn die ongeveer gepland? Ja, wij hebben hier de procedure een beetje uitgeschreven voor onszelf. En dan komen we toch wel richting eind 2026, begin 2027, voordat de eerste schop hopelijk de grond in gaat. Met daarbij zo weinig mogelijk ongemak voor de aanwonenden, inwonenden. Uiteraard, ja, het belang van de omgeving dat speelt zeker mee. En dat zijn ook de punten waar wij het tracé op bepalen. Dus zoveel mogelijk dat sparen. Ja, het komt bij Lennepveld bij ons langs. Wij zijn midden in onze zonneparkdiscussie. En nou zie je dus dat die nieuwe leiding ook op dezelfde tracé komt. Dat heb ik gezien daarnaast, hè? Ja, daaronder zelfs. Onder een zonnepark. De zonnevelden die gaan gewoon tot aan het water, de Beerzen. En dit komt aan deze kant van de Beerzen. Dus daaronder. En okay. Dat doen ze nog een keer hierboven bij de renbaan. Dat is ook een toekomstig zonnepark. Dus ik denk dat ze ervoor kiezen zelfs. Om daar kan er een zonnepark liggen, hoeft er niet gebouwd te worden. Ja, precies. Maar het is nog maar de vraag of de zonneparken komen, hè? Dat is maar de vraag, maar ik heb er toch een hard hoofd in of een goed hoofd in. Maar het is net weer welke kant je staat. Ja, precies, ja. Ik denk dat de teerling al een eind geworpen is. Ja, wij gaan een huis kopen. Ja, we hebben een huis gekocht en volgende week krijgen we de sleutels. Alleen door onze tuin loopt nu de pijpleiding. Oh, kijk. Een direct betrokken. Ja, precies. En we willen graag weten van wat impact heeft dat bij ons en wat zijn de plannen. Dus, ze willen ze zoveel mogelijk, hebben we net gehoord, uit de tuinen hebben. Ja. Dus ik denk dat het alleen maar gunstig is voor je. Ja, dat denken wij ook. Ja, we hadden net al gesproken met iemand hier en die zei ook van ja, ze willen hem nu ergens gaan leggen waar er geen bebouwing is. En dat lijkt me alleen verstandig. Exact. Dus jullie krijgen straks gewoon denk ik een stukje extra tuin.
Nou, wij hebben er alleen mee te maken op het moment dat de oude leiding uit onze tuin wordt gehaald. Pas op dat punt dan... Als ze het al doen, want het kan ook zijn dat die blijft liggen. Als ze dat al doen, precies. Dus eigenlijk heeft het voor ons geen consequenties, dus dat is prima. Het is aardig vol, blij met de opkomst. Ik ben zwaar onder de indruk van deze opkomst. We hebben twee eerdere avonden gehad en zo vol was het nog niet. Dus heel blij. Het geeft een kijkje in de toekomst, want zover zijn we nog niet dat we morgen al een nieuwe leiding gaan leggen. Maar ben je hier, heb je vragen, we willen delen en we willen halen. Dat zegt de wet, maar en dat is ook een beetje nieuw voor Defensie, maar we doen echt ons best daarin. Wij zijn hier vanavond om te delen en te halen, want je kunt ook gewoon je zienswijze hierop gaan geven. Irma en Jan helpen je te plekken. Oké, dankjewel. En is er ook nog een website waar de mensen kunnen kijken? Zeker, defensie.nl/pijpleiding.